Ik vind het best wel moeilijk om over te praten, merk ik. Ik schaam me er echt heel erg voor. Dat is best wel nog een zorg. We moeten de andere kant op. Ja. Zit ik goed? Nou, lieve allemaal, ik dacht... Zo, dit klinkt echt heel zwaar, lieve allemaal. Ik dacht, ik moet even met jullie bijpraten. De vaste kijkers die weten, of in ieder geval die hebben gemerkt... dat ik af en toe een videootje oversla. En dat heeft wel een reden. Dus ik dacht, ik ga in deze video jullie een dag meenemen in Amsterdam. Ik ben op dit moment op kantoor. En dan ga ik een aantal vragen beantwoorden die jullie mij gesteld hebben. Want ik heb een oproepje gedaan op Instagram. En mijn lieve assistent gaat mij de vragen stellen. Het wordt eigenlijk een soort van interview. Hoe leuk is dat? Dus ik word eigenlijk geïnterviewd door jullie met de stem van mijn assistent, Laura. Want ik heb de vragen niet voorbereid trouwens. Het is wel goed om te vertellen. Alle antwoorden zijn gewoon heel puur. Wat is de eerste vraag? Nou, wat er veel gevraagd werd, is hoe gaat het nou eigenlijk met je? Oh, moet ik even zuchten, meteen. Allereerst zeg ik altijd mijn nagels en de hoeveelheid droogshampoo in mijn haar representeren wel een beetje het antwoord op deze vraag. Nou, behoorlijk wat droogshampoo en niet gelakte nagels. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Het is veel op dit moment. Het is echt heel veel. En het komt vooral door het huis en de enorme persoonlijke ontwikkeling waar ik op dit moment in zit. Ik denk wel dat ik echt aan het bijkomen ben van een lichte burn-out. En dat komt gewoon door een opstapeling van dus verhuizing, lockdowns, bevalling. Ik heb zeker niet letterlijk een burn-out gehad. Maar ik ben wel op dit moment echt aan het ontstressen. Omdat ik te lang te veel hooi op mijn vork heb genomen. En alles is ook gewoon extra versterkt door mijn ADHD. Wat ik dus voor mezelf besloten heb een aantal maanden geleden. Toen ik merkte van ik ben alleen maar achter de feiten aan het lopen nog steeds. Wat is op dit moment het allerbelangrijkste is gewoon de thuissituatie. De kinderen zorgen dat het thuis op orde is. Het huishouden, dingen voor school, voor het nieuwe huis geregeld worden. En mezelf op nummer 1 zetten. Dat heb ik de laatste tijd ook echt heel veel gedaan. Ja, je zag me naar concerten gaan, naar feestjes, met vriendinnen op het terras zitten. Met mijn man een weekendje weg. Wat is de mooiste les die je aan je kinderen kan meegeven? Absoluut goed voor jezelf zorgen. En wat vind je dan het mooiste aan moeder zijn? Ja, het mooiste aan moeder zijn vind ik echt de ontwikkeling van je kinderen. Om ze gewoon te zien uitgroeien tot hun eigen unieke persoonlijkheid. Ja, en ik vind dat ik door moederschap gewoon echt een mooier persoon ben geworden. Ik heb echt een gaatje gekregen in mijn hart. En ik ben gewoon liefdevoller geworden. Naar mijn kinderen, maar ook gewoon, ik denk in mijn relatie, liefdevoller naar mijn vrienden, naar mijn familie. Ik heb mezelf meer open kunnen stellen. Ik ben ook kwetsbaarder geworden. En het moederschap is de grootste spiegel in het leven. En voor mij de grootste uitnodiging geweest tot zelfontwikkeling. Want ik heb zoveel over mezelf geleerd door moederschap. Door het moederschap ben ik erachter gekomen dat ik ADHD heb. Dat ik ook bepaalde dingen in mijn relatie in de weg stonden. Dat ik smetvrees heb. Dus ik ben gewoon heel veel aan het leren. En dat is heel mooi. Dat is een heel mooi cadeau voor mezelf. Maar ook learnings die ik nu aan het gaan ben. Mezelf aan het verbeteren, lessen aan het leren ben die ik ook aan mijn kinderen kan meegeven. Zodat zij dat mee kunnen krijgen van mij. En misschien die lessen misschien niet zelf hoeven te leren. Omdat omdat ik hun dat al voor ben gegaan, zeg maar. En wat vind je lastig aan het moederschap? Dat kinderen gaan altijd voor, onvoorwaardelijk, zonder twijfel. Als er wat is, ik laat alles uit mijn handen vallen. Dus je kinderen gaan altijd voor, maar daarmee vanzelfsprekend heb je gewoon echt zoveel minder tijd voor andere dingen. En dat vind ik het allermoeilijkste, is echt al die ballen toch ergens een beetje hoog proberen te houden. Eigenlijk zou ik er echt een aantal moeten laten vallen, maar dat kan ik niet. Zit niet in mijn persoonlijkheid. Alles wil ik echt nog steeds best wel hoog houden. Ik ben best wel perfectionistisch naar mezelf, ik ben best wel perfectionistisch naar het leven. Ik heb hoge verwachtingen op alle gebieden nog steeds. Ja, en dat is een hele grote valkuil voor mij, om dat allemaal hoog te houden. En ik probeer wel echt steeds meer los te laten, maar dat blijf ik moeilijk vinden. Ik vind het ook te leuk om het allemaal niet te doen. Ik wil én met mijn vrienden, én ik wil een leuke relatie, én ik wil er leuk uitzien, én ik wil me-time.
Ja, en ik wil een dag lekker met mijn zus door Amsterdam kunnen lopen. En ik vind een carrière belangrijk. En welke fase vind je het leukste daarvan, van de kinderen? Of wat vond je het minst leuk? Minst leuk baby. Baby vind ik eigenlijk minst leuke tijd. De kraamweek ben ik altijd echt mega verliefd. Lig ik echt een soort euforische roze wolk. En ergens is het ook wel weer fijn dat dan de hormonen en die kraamweek en die kraamtijd mij dwingen om gewoon wel heel veel ballen even te laten vallen. Dus ik merkte wel dat ik toen in de kraamtijd heel weinig bezig was met bijvoorbeeld mijn uiterlijk. Of weet je wel, misschien wel inderdaad vrienden wat op een laag pitje had staan. Dus dat geeft wel een soort rust, merk ik. Ik vind 1,5 jaar, de leeftijd waar Yuka nu in zit, vind ik echt, echt geweldig. Ja, ik merk 4 jaar, de leeftijd van Aimé, 4,5. Dat ik echt denk, wauw, ik moet er echt wel een heel klein beetje gaan loslaten. En dat vind ik een hele moeilijke leeftijd. Dit is een hele directe vraag, maar vind je het leuker met of zonder kinderen? Ik vind mijn beide levens vond ik leuk. Ja, ik heb altijd gezegd, ik snap echt supergoed dat mensen geen kinderen nemen. Ik snap dat, want het geeft je zoveel vrijheid. En een vrijheid is ook wat waard, weet je wel. Gelukkig zijn met jezelf en heel veel dingen voor jezelf doen in het leven is ook heel fijn. Het heeft ook wel iets narcistisch. Dat had ik ook wel voordat ik kinderen kreeg. Dat ik dacht, ik ben echt alleen maar met mezelf bezig. Minder voldoening dan leven voor een ander, leven voor je kinderen. Wat ik never nooit zou kunnen missen is de diepgang in het leven. En de extra laag die mijn kinderen hebben gegeven. En ja, dat je leven nog meer zin heeft. En dat je gewoon alles wat je in je leven hebt geleerd en hebt opgebouwd, je kan doorgeven aan je kinderen. En ja, de liefde. De liefde is het mooiste wat er is en dat is wel echt waar je voor leeft. Hoe stellen jullie grenzen? Wat is acceptabel en wat niet? Oh, grenzen is mijn grootste probleem. Ik probeer wel echt grenzen te stellen, omdat ik dat zelf ook nodig heb. Met mijn ADHD ben ik een mega fladderaar. Ook vanuit mijn eigen karakter, waar Aimé best wel op lijkt. Aimé lijkt qua karakter heel erg op mij. Merk ik dat ik persoonlijk heel erg grenzen nodig heb en zij dus ook. Dus ik zoek ze heel erg. Ik probeer ook echt streng te zijn, omdat Aimé een heel sterk karakter heeft. En heel erg een handje van heeft om over mij heen te lopen. Over, ja, heel eigenzinnig en heel erg eigenwijs. Ja, ik weet hoe moeilijk het is. En ik denk net zo moeilijk als een andere ouder dat vindt. Om je vast te houden aan die grenzen en consequent te zijn. Consequent zijn vind ik zo moeilijk. Dus om een voorbeeld te noemen, zeurt ze de hele tijd over chocola. Ja, uiteindelijk zeg ik gewoon, ja, is prima. Neem maar chocola. Terwijl ik eigenlijk de regel heb, niet elke dag chocola, weet je wel. Alleen bijvoorbeeld als je goed gegeten hebt na het avondeten, weet je wel. Dan krijgen ze voor mij soms wel een lekker zoet toetje. Maar de hele dag maar bedelen om chocola, nee. Maar dan geef ik toch sneller toe dan ik eigenlijk wilde. En ook als hij mee gaat slapen, dan heeft ze er echt een handje van om nog vaak te roepen van, mam, ik kan niet slapen, ik ben eenzaam. En dan neem ik mezelf voor, wees streng, doe de deur dicht, ga gewoon naar beneden en zeg, nu slapen. En dan, ja, loop ik toch soms wel echt 4, 5 keer naar boven om er toch nog even toe te stoppen. En waarom doe je dat? Omdat je gewoon een goede moeder wil zijn. Je wil gewoon niet te hard zijn. Je wil dat ze voldoende liefde heeft, zich veilig voelt. En je wil gewoon niet te hard zijn. Dat is het, denk ik. En hoe ervaren jullie de basisschoolperiode met Aimé? Had je het anders verwacht? Basisschoolperiode valt me echt heel erg mee. Ik had verwacht dat ze dat heel vermoeiend zou vinden. Ja, dat ze het misschien niet leuk zou vinden. Dat ze heel erg de oude opvang zou missen. Eerlijk, als ze nu de oude opvang binnenloopt, doet ze echt alsof ze die oude juffen gewoon bijna totaal niet meer kent. Zo van, oh, ik ben echt nu groot en jullie zijn klein en mega gegroeid inmiddels. Maar ik zou het wel even opbouwen. We hebben de eerste 2 weken wel halve dagen gedaan. Is jullie gezin af, voor jouw gevoel? Qua liefde kan ik er nog wel 10 kinderen bij hebben. Met mijn ADHD en mijn persoonlijkheid ben ik er wel echt achter dat ik 1, 3 kinderen denk ik niet aan zou kunnen. Ik vind het gewoon veel soms. Ik vind het overweldigend. Ik weet inmiddels dat ik andere dingen in het leven, zoals carrière, vrienden, leuke dingen doen met je partner, maar ook me-time, vind ik mega belangrijk. Een derde kind zou ik wat dat betreft dus niet passen bij mij en mijn leven. In landen als Frankrijk is het doodnormaal dat je je kinderen op laat voeden met een nanny, zodat je zelf heel veel tijd overhoudt voor jezelf en je carrière. Iedereen moet doen wat hij wil, maar ik vind de juiste balans daarin wel echt super belangrijk. En ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien met een nanny. Ik vind het belangrijk om tijd met mijn kinderen te kunnen besteden. En het is ook gewoon goed. Ik heb een jongen, ik heb een meisje.
Ik heb 2 fantastische kinderen. Ik geniet zo ontzettend van ze. Een derde, dan moet ik nog meer tijd om te genieten van Yuka of om te genieten van Aimee, zeg maar, wegnemen. Ik vind het al, aandacht te delen tussen 2 kinderen vind ik al best wel veel. Soms voel ik me al schuldig dat ik overweldigd word door Yuka en minder tijd voor Aimee heb of andersom. Ja, 3 kinderen aandacht verdelen. Ik zou het niet kunnen. Echt niet. Ik vind het knap als vrouwen dat wel kunnen of ouders. 3 kinderen of 4 kinderen zelfs. Jezus. Hoe doe je dat? Dan heb je toch echt geen tijd meer voor jezelf over. Plus wat ik zo fijn vind is dat je beide kinderen kan onderverdelen. Tussen jou en je partner. Dat je kan zeggen, oké, jij hebt vandaag Aimee en ik ga even op pad met Yuka. Dat je echt quality time hebt. En het is een soort van in balans nu, letterlijk. 2 kinderen, je kan ze verdelen. Je hebt aan elke hand heb je 1 kind als je over straat loopt. Ik vind het top. Nou, ik denk dat je wel toe bent aan een koffietje, denk ik. Thanks. Slechte nacht wel weer gehad. Ik moet zeggen, we wel weer echt een slechte slaaptijd zit over moederschap gesproken. Dat vind ik ook zwaar. Ik weet wel wat het verschil is tussen een happy mom en een iets meer verbitterde mom. Ik ben het namelijk allebei geweest. En dat gewoon voor, 100%. Ik bedoel, voor iedereen is het natuurlijk anders. Maar bij mij is gewoon slaap zo bepalend of ik dus een blije of een verbitterde moeder ben. En zodra de nachten gewoon kut zijn, dan is het gewoon overleven en zwaar. En nu, de laatste week, is echt Yuka echt 4 keer per nacht wakker. Ik vind dat zwaar onderschat hoeveel impact dat heeft op je gezondheid, op je mentale gezondheid, op je alles, op je relatie. Dat heeft vast ook al veel invloed op werk. Ja. Hoeveel uur werk je in een week? Je merkt wel dat je na een slechte nacht gewoon zoveel minder efficiënt bent en energie hebt. Ik heb dus officieel 4 werkdagen, waarvan 1 dag oppas van mijn schoonmoeder. Die komt oppassen per week. En 1 dag een mamadag dus. En 3 dagen opvang. Dus de ene dag werk ik echt 12 uur. Want dan werk ik gewoon 8 uur overdag en zit ik 4 uur 's avonds nog steeds bijvoorbeeld dingen te posten omdat het een samenwerking is. Of bijvoorbeeld iets af te maken omdat ik een deadline heb. En sommige dagen heb ik een hele relaxte dag. Heb ik lekker een meeting of besluit ik om, even de stad in te gaan en mezelf even wat me-time te gunnen. Ik doe ook wel eens een massage, bijvoorbeeld gedurende een werkdag, om voor mezelf die balans er wel in te houden. Dus ja, ik denk onderaan de streep werk ik echt misschien wel 40 uur per week, verdeeld over dus 3-4 dagen. Maar wel heel flexibel en onregelmatig dus. Er is ook een vraag van een kijker, waarschijnlijk van YouTube. Die zegt, jammer dat je minder regelmatig uploadt. Jij was juist altijd zo steady qua uploaden. Mensen realiseren zich niet wat voor dedication gevraagd is om te YouTuben. Om 5 jaar lang, wat ik dus al doe, elke week een video te hebben. En mensen begrijpen ook niet dat er zo ontzettend veel tijdschuil gaat achter zo'n video om er een leuke video van te maken. Want tuurlijk kan ik elke week uploaden. Ik kan een of andere saaie video uploaden, maar dat doe ik niet. Ik wil elke video moet gewoon goed zijn, moet leuk zijn, moet een beetje afwisselend zijn. En ik wil ook wat te vertellen hebben. En op dit moment is het gewoon veel, waardoor ik soms gewoon in mijn hoofd het vloggen, het vlogcamera erbij pakken, er niet bij kan hebben. En het mentaal ook echt even nodig had om even de rust te hebben, om ook weer gewoon in het moment te leven. Want wat ik merk is dat het mentaal echt best wel veel vraagt om in een moment te zijn met mijn kinderen of met mijn man of met vriendinnen of chillen op de bank. En dat ik denk, ik moet even de vlogcamera erbij pakken om dit moment even te delen. En wat ik altijd heel goed deed, want ik denk dat mijn kracht qua vloggen altijd wel echt zat in gewoon hop, vol terras. Ik heb heel weinig schaamte, dus het boeit me ook letterlijk niet om gewoon lekker met het bijzijn van andere mensen een situatie te delen. Ook als het een gênante situatie was bijvoorbeeld. Of een discussie met mijn dochter. Dan pak ik de camera erbij. Maar je moet er wel constant aan denken. In die momenten lever je wel oprecht in het genieten van het moment zelf. En ik had echt even, voor mijn mentale gezondheid ook, nodig om gewoon weer even te leven in het moment en niet bezig te zijn met die camera. Maar ik blijf actief op YouTube, want video maken zit echt in mijn bloed, in mijn hart. En ik ben ook bezig met heel veel toffe nieuwe series achter de schermen. En ik zal echt wel vlogstijl nog blijven video's maken. Maar ik zal er af en toe een weekje niet zijn deze zomer. Ik hoop dus echt op jullie geduld.
op jullie begrip daarvoor. Met als eindresultaat dat er alleen nog maar nog vettere content op mijn kanaal komt. Wat doe je als je tussen je verstand en je gevoel zit? Mijn gevoel is super sterk. Ik ben echt een gevoelsmens. Ik ben een kreeft. Mijn verstand zit vooral bij mijn man. Daar spar ik altijd mee als ik een rationele beslissing moet nemen. En heb je wel eens een radicale keuze gemaakt? En hoe ben je daarmee omgegaan? Nee, radicaal nooit. Nee, het is altijd wel een proces bij mij. Ik ga nu even een broodje halen. Het is nu 3 uur. Vanwege mijn ADD komt het regelmatig voor dat ik dus zo in mijn werk zit dat ik vergeet te lunchen. Maar ja, beter laat dan nooit. Dus we gaan een broodje halen. Even terugkomend op wat ik net zei over gevoel en ratio. Ik merk dus dat als ik luister naar mijn gevoel, ik nooit twijfel over een keuze die ik maak. Ga ik nadenken, dan ga ik twijfelen. Want dan ga ik ook nog andere meningen vragen. Bijvoorbeeld over een beslissing die ik moet nemen. En dan weet ik het niet meer. Dus ja, super moeilijk. Hoe luister je nou naar je gevoel? Bij mij is dat echt gesprek aangaan met jezelf. In de rust, in stilte. Ga eerst yoga doen of sporten. Of zonder jezelf af. Geen prikkels, geen andere mensen om je heen. Want iedereen heeft een mening. Je kan je altijd overal door laten beïnvloeden. Dat werkt in ieder geval voor mij. Proberen zoveel mogelijk in je lijf te zitten. Dus ja, als je in je lijf zit, kun je niet in je kopje zitten, zeg maar. Dat is een beetje spiritueel, maar dat werkt bij mij. En dan echt het gesprek aangaan met jezelf door jezelf vragen te stellen van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En dan weet je het vaak wel. Je weet het antwoord wel, op welke vraag dan ook. Dus grote beslissingen, twijfel ik eigenlijk nooit over. Een voorbeeld van een grote beslissing is bijvoorbeeld de aankoop van ons huis. De tijdelijke huis wat we hebben genomen, midden in de stad, was ook geen beslissing waar ik heel erg over getwijfeld heb. En de keuze voor mijn kleding. Zo grappig, dat is misschien wel een leuk feitje dat mijn man eigenlijk mijn kledingstijl vanaf het moment dat we elkaar kenden altijd wel een beetje apart vond. Mijn man houdt gewoon van klassiek en rustig en doe maar gewoon normaal, dat doe je al gek genoeg. En dan heb je mij met altijd mijn glitter outfit en kleur en heftigheid. Ik heb me nog nooit door hem laten beïnvloeden in de keuze van kleding. Ik draag gewoon echt wat ik zelf wil, omdat ik me daar gewoon het beste in voel. Omdat het gewoon mijn gevoel dat zegt. Word je wel eens herkend op straat en wat vind je er eigenlijk van? Het is altijd wel grappig als we dan bijvoorbeeld naar Artis gaan, dan weet ik altijd, oh ja, dit is zo'n plek, veel moeders met gezinnen, kindjes van dezelfde leeftijd zijn mee in Yuka. Mensen lopen niet natuurlijk altijd naar me toe, maar ja, weet ik veel. Elke keer als ik een keer naar Artis ga, dan krijg ik wel 1 of 2 opmerkingen bijvoorbeeld. Dat vind ik best wel veel. Ik heb heel leuk een paar ontmoetingen gehad in het buitenland. Ik was met mijn man was ik naar een bruiloft in Zuid-Afrika. Toen zat ik dus in het vliegtuig. Toen was een stewardess die mij herkende. Die zei, oh, ik kijk al je video's, superleuk. En toen was ik een berg aan het beklimmen. Volgens mij heet dat de Table Mountain. Toen kwam ik dus een meisje tegen. Die volgde me nog van echt de Cotton and Cream tijd. En toen kreeg volgens mij nog iemand anders. Dacht ik echt, jezus, dat vind ik wel echt super toevallig in het buitenland. Maar zo bekend ben ik natuurlijk niet. Ik ben zeker geen bekende Nederlander. Maar het is leuk om te merken dat mensen je wel al lang volgen. En dan durven ze ook wel naar je toe te stappen of zo. Ik denk dat misschien ook wel ik wel toegankelijk ben om naartoe te stappen als je me tegenkomt. Dus doe dat ook vooral. Kom lekker naar me toe, vind ik super gezellig. Een vraag over jullie nieuwe huis in Wees. Wanneer is het huis klaar? We hebben vorige week bericht gekregen dat het helaas uitloopt. We zouden in september de sleutel krijgen. We krijgen nu pas in oktober de sleutel. Dan nog 2-3 maanden verbouwen. Dus althans verbouwd wordt casco opgeleverd. Dus dan moet de keuken, badkamer, alles moet er natuurlijk in. We gaan de hal een beetje openbreken en wat dingetje aanpassen. Dus best wel veel wat er moet gebeuren. Ik hoop dat we voor de kerst erin zitten, maar ik ben bang van niet. Dat gaat meteen ook wel een uitdagende periode zijn, omdat de kinderen dus jarig zijn in januari. Dus dan of verhuizing rond kerst, of verhuizing rond de verjaardagen van de kinderen. Maar goed, uiteindelijk komt overal een oplossing voor. En loslaten is op dit moment wel een beetje mijn mantra. En niet te veel over nadenken en niet te veel vooruit kijken. Want als ik vooruit kijk, dan krijg ik wel echt een 3-dubbele kortsluiting in mijn hoofd. Want we hebben namelijk ook nog geen opvang gevonden voor de kinderen in Weesp. En dat kan ook nog wel een jaar duren. Dus dat is best wel nog een zorg. Maar 1 ding is zeker, het wordt echt waanzinnig mooi, dat durf ik echt wel te zeggen. En van het resultaat ga ik jullie uiteraard op de hoogte brengen. Ik had trouwens echt niet verwacht dat het regelen van alles rondom zo'n nieuwbouwhuis en
Tuurlijk, als je gewoon voor witte muren en een grijze vloer gaat in heel je huis, ben je zo klaar. Maar als je gewoon voor iets bijzonders gaat en al die verschillende keuzes, ik had gewoon niet verwacht dat dat gewoon een fulltime baan is. Daar hebben mijn man en ik wel eens een beetje discussie over. En die zegt van, ja, Marliek, kies gewoon. Ik zeg, kies gewoon. Je hebt 1000 keuzes en 40 verschillende materialen, kleuren. En het moet allemaal nog net bij elkaar passen. En dit heeft voordelen. Dat is weer duurder. Er zijn superveel dingen waar je rekening mee moet houden. En af en toe heb je dan zo'n moment dat je denkt, ik weet het gewoon echt niet meer. En dan heb je gewoon het overzicht niet meer. En dan heb je een soort van kortsluiting in je hoofd. En ja, dat vreet ook gewoon mega veel energie. We moeten de andere kant op. Ja. Dit is zo leuk. Dit is een soort van boekenmarktje die hier altijd is. Dat is toch geweldig? Dat is het leuke aan Amsterdam. Die gekke dingen. En kom eens. Kijk, en dan heb je hier ineens een fantastische binnentuin. Vind ik nou mooi. Maar ik ben wel een beetje bang om zo'n burgerlijke trut te worden. Ik mag die woorden niet gebruiken, maar dat is ook zo'n ding met moeder zijn. Je moet echt op je woorden gaan letten. Met burgerlijk zijn is natuurlijk helemaal niks mis. Hè? Niet dat ik straks allemaal boze reacties krijg. Burgerlijkheid is heerlijk. Alleen dat is een beetje transitie die ik ben aangegaan van niet moeder naar moeder zijn. Is dat sommige dingen worden gewoon wel burgerlijk. Sommige dingen worden praktisch. En waar ik altijd allergisch voor was, was praktisch en saai en burgerlijk. En nu ben ik het ook allemaal. Maar ik vind het wel lekker om die andere dingen, die rauwigheid, die gekkigheid, af en toe even lekker dansen in de kroeg. Om dat er gewoon nog wel in te houden voor de juiste balans. Want dat zijn wel een beetje de dingen die ik nog mis uit mijn oude leven. Voordat ik moeder werd. Dit soort vintage winkeltjes heb ik zo'n haat-liefdeverhouding mee. Wat je hier ziet liggen is gewoon, dat kun je gewoon niet vinden in de winkel. In een normale winkel. Maar, oh, een bij. Oh, dat vind ik eng. Alleen de geur al, zeg maar, die uit zo'n vintage winkel komt. Ik kan het niet aan. Echt mijn smetvrees. Zit me zo in de weg ook, die smetvrees. Als er iets energievergetend is, is het smetvrees. Het is echt een verschrikkelijke mentale ziekte. We gaan lekker broodje halen, kom. Als mijn man niet in mijn leven was, had ik echt een driedubbele burn-out gehad. Kan ik je wel vertellen, want hij is mijn lifesaver eigenlijk. Ja. Omdat hij zelf heel weinig eigen me-time nodig heeft. Dus hij besteedt heel veel tijd met de kinderen als hij thuis is. Mijn man werkt wel gewoon 5 dagen in de week, heeft geen papa-dag. Maar in de weekenden is hij superveel met de kinderen. Vindt hij het gewoon minder belangrijk dan ik om met vrienden af te spreken. Dus ja, hij is de beste vader en... Het enige nadeel in onze relatie is wel dat mijn man best wel veel verantwoordelijkheden heeft op zijn werk. Dus als er wat is met de kinderen, ik moet ze eerder ophalen, ze zijn ziek. Met lockdown in coronatijd, ja, dan moet ik wel echt alles uit mijn handen laten vallen om voor de kinderen te zijn. De feminist in mij vindt dat soms echt best wel heel erg moeilijk. Hij heeft gewoon een baan met meer verantwoordelijkheden, dus dan is die keuze gewoon wel iets makkelijker gemaakt. Dat ik het uit mijn handen laat vallen, want ik heb gewoon een flexibele job. Wat ook weer heel veel voordelen heeft natuurlijk. Ik eet dus ook altijd achter mijn bureau. Ik kan me letterlijk niet herinneren dat ik gewoon echt een rust heb gepakt van... Oké, ik ga nu op een andere plek aan de eettafel zitten en een broodje rustig eten... en niet aan mijn telefoon of wat dan ook, gewoon alleen maar bezig zijn met mijn broodje. Dat zou ik wel echt een hele grote winst vinden als ik dat in de toekomst kan. Omdat ik altijd druk ben. Ik heb altijd tijd tekort op een dag, in een week. Hoe is jullie relatie veranderd sinds jullie ouders zijn? We zijn allebei wel veranderd als persoon sinds dat we ouder zijn. Ik merk wel dat het ouderschap onze persoonlijkheid van de andere kant heeft belicht. En dat je elkaar daar dus opnieuw in moet vinden. Toevallig zijn mijn man en ik dit jaar 10 jaar samen. Of in ieder geval, we kennen elkaar 10 jaar. En dacht ik ook terug aan het moment toen we elkaar dus ontmoetten op een festival. Weet je, je had alle tijd van de wereld en...
ja, je vond elkaar gewoon heel erg in een levend moment. Grapjes maken, vonden elkaar heel erg in de humor. Maar ook in ja, het sociale en het impulsieve en veel reizen. Echt een totaal ander leven dan wat we nu hebben. Dus slaaptekort en stress en het tijdtekort wat je hebt als ouder, om al die ballen dus hoog te houden, zorgt er wel voor dat je als persoon echt mega gechallenged wordt. En als je dus in stress zit, kan een extreme negatieve kant van je persoonlijkheid ineens naar voren komen. Die te maken heeft ook met het positieve, als je snapt wat ik bedoel. Ik ben bijvoorbeeld heel impulsief, spontaan. En dat is heel leuk als je op vakantie bent. Of een beetje fladderen, gezellig en grapjes maken. Maar in stress kan ik dan dus ook heel chaotisch worden. Of bijvoorbeeld dingen vergeten. Of snauwen tegen mijn man. Hij heeft dan weer dat hij bijvoorbeeld heel relaxed is en weet je wel, heel erg stabiel. En in stress heeft hij juist dat hij te stabiel wordt. Dus dan wordt hij een soort van, bijna een soort robot, weet je wel, dat hij zijn gevoel wat meer uitzet. Ik merk dat ik juist in stresssituatie weer heel veel ga praten en juist weer heel erg ga communiceren en weer te veel ga communiceren en dat ook van hem ga verwachten. Dus, en dat communiceren zo belangrijk is en ik merk gewoon dat ik daar heel goed in ben. Onder stress, dan wil ik juist heel erg die verbinding, maar misschien iets te. Dus ik kan echt bij wijze van spreken 20 appjes naar mijn man sturen, terwijl ik eigenlijk weet dat hij een drukke dag op zijn werk heeft. En dan word ik s'avonds boos dat hij niet gereageerd heeft. En wat je dus 10 jaar geleden in elkaar vond, dus bijvoorbeeld grapjes maken met elkaar, leuke dingen doen, dat moet er wel nog steeds zijn. Dus ik merk wel dat wij nu bewust dat soort dingen inplannen. Dus ook niet alleen nog gewoon in een restaurant bijkletsen, want dan gaat het ook heel veel over de kinderen, maar ook nog steeds dingen meemaken. De dingen die je 10 jaar geleden op dat festival deed. Dat je weer in dat soort situaties komt. Dat je denkt, oh ja, daarom ben ik verliefd op jou geworden. Weet je wel? En dat is echt belangrijk om gewoon weer die kriebels ook bij elkaar te voelen. En als dat goed zit, seks is daarin ook gewoon belangrijk. Dat je die verbinding houdt. Dan kun je ook zoveel meer van elkaar hebben. En dan blijf je elkaar gewoon echt als persoon, als partner zien. En niet alleen ouder van je kinderen. Want ik denk dat het daarin wel echt heel snel mis kan gaan. Dat je op een gegeven moment een soort van praktische broer-zus-collega-relatie krijgt. En dat de liefde is er wel, maar een beetje ingedut. Ja, dat wel echt de key is van een duurzame relatie met elkaar houden. Dus ik merk wel dat een relatie hebben is echt een werkwoord. Je moet er echt aan werken. Hoe is het nu met je ADHD? Eten en praten kan eigenlijk echt niet tegelijk. Die diagnose ADHD, die heeft me heel veel goeds en heel veel moeilijks gebracht. Ja, dat er best wel snel die stempel wordt gezet van, oh mijn, dit is zo jouw ADHD, weet je wel, dat. Maar het heeft me ook zoveel goeds gebracht, omdat het me namelijk zoveel over mezelf heeft geleerd. Zoveel heeft laten inzien wat mijn kracht is, wat mijn valkuilen zijn. Ik kan ook veel beter omgaan tegenwoordig met mijn valkuilen. Maar in stressvolle periodes, waarbij ik te weinig rust voor mezelf inbouw in de dag, merk ik wel dat mijn ADHD echt een valkuil wordt. Omdat ik dan weer te veel plan. Ik kan er heel veel doen op een dag. Maar wat ik heb geleerd is dat ik echt rust moet bouwen in de dag. Dat ik dingen minder strak moet plannen. Sporten is echt belangrijk voor mezelf. Om dus yoga, sport te doen. Om dus inderdaad in mijn lichaam te zitten en niet in mijn hoofd. Dat ik in mijn hoofd rust krijg. En voldoende tijd voor mezelf. Om echt gewoon rust te krijgen. Want ADHD is onrust. En de enige wat helpt is rust. En dat doe ik dus met mezelf en niet met medicatie. Want medicatie vlakt mij heel erg af. Waar is mijn telefoon? Oh, zit gewoon in mijn jas. Dit gebeurt dus echt 100 keer per dag. Dit is zo vermoeiend om dus ADHD te hebben. Omdat je gedachten alle kanten op gaan. Ik kan denken, oh, ik ga nu naar de wc. Onderweg naar de wc. Denk ik, oh, ik heb honger. Ik ga even wat tijd de koelkast pakken. Denk, oh, mijn was. Oh, ik moet de was in de trommel doen. Oh, ik moet mijn moeder bellen. En dan uiteindelijk heb je zeg maar 30 tabbladjes in je hoofd openstaan. Het wordt een veel te lange video dit. Veel kijkplezier mensen. Mag ik vragen waar de smetvrees is ontstaan? Ik heb al mijn hele leven smetvrees. Omdat ik altijd dacht dat mijn moeder smetvrees had. Maar mijn moeder had niet echt smetvrees. Maar die kon wel een beetje panisch worden als er een druppeltje water op de keukenvloer lag. Dan ging ze altijd achteraan met een doekje. En dan, ik weet niet, dus misschien heeft zij ook ergens wel dat. En nu we erachter zijn gekomen met mijn ADHD, merken we ook wel dat het toch altijd wel een beetje in die familielijnen zit. Het is ook wel genetisch natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg geworden de afgelopen 2 jaar. En smetvrees is echt verschrikkelijk.
Weet je hoe smetvrees namelijk in mijn hoofd werkt? In sporen. Ik heb een spoor rood en ik heb een spoor blauw. En spoor groen. Groen is zeg maar schoon. En spoor rood is zeg maar het winkelmandje in de Albert Heijn of de deurklink. Dus als ik het winkelmandje in de Albert Heijn of de deurklink heb vastgehouden, of mijn man of iemand die samen met mij woont, en die pakt daarna de sleutels vast of daarna de deurklink bij ons thuis, dan krijgt het allemaal, dat spoor, code rood bij mij. Op een gegeven moment krijgt het misschien een beetje code blauw. Maar het blijft in mijn hoofd. Oh ja, dat is eigenlijk dus vies. Want hij heeft die bacteriën dus meegenomen naar de luiertas bijvoorbeeld. Als daarna de luiertas wordt aangeraakt. Ik onthoud dat dus allemaal. Wat natuurlijk superveel energie vreet. Als je dat dus ook van je partner gaat verwachten. En ook van je kinderen. Dat die de hele dag door maar hun handen wassen. Dat is natuurlijk gewoon niet te doen. En het is ook gewoon niet leuk voor hun dat ik constant achter hun aangaf. Heb je handen gewassen? Maar je hebt net dat aangeraakt. Dan moet je eigenlijk weer je handen wassen. Weet je wel? Dat spoor, dat wordt natuurlijk steeds groter. Oneindig. Dus ik weet ook dat het niet realistisch is. En ik weet dat alles vies is. En ik wil niet weten hoeveel bacteriën ik allemaal al binnen heb gehad. Dus wat niet weet, niet deert. Dat is bij mij ook wel een beetje zo. Deze tafel is waarschijnlijk ook niet schoongemaakt. Maar die ziet er wel gewoon schoon uit. Dit durf ik best wel te doen. Nu denk ik niet meteen, ik moet meteen mijn handen wassen. Ik ga er wel een beetje van uit dat hij is schoongemaakt. Misschien is hij wel totaal niet schoongemaakt. Ik ben wel een stap aan het ondernemen al door gewoon los te laten. Ik weet dus, weefsel gaat me meer rust geven. Als dan mijn smetvrees niet verbeterd is, ga ik in therapie. En ik weet dat je met hypnose bijvoorbeeld er vanaf kan komen. Maar ik vind het wel echt een gevoelig onderwerp. Ik vind het best wel moeilijk om over te praten, merk ik. Ik schaam me er echt heel erg voor. Ik wil ook echt niet dat mijn kinderen het overkrijgen van mij. Het is echt niet iets waar ik trots op ben. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dat je het een leuke, informatieve, inspirerende Q&A vond. Laat het me zeker weten. Dit is gewoon hoe het is. Dit is wie ik ben. Na het editen dacht ik, shit, ik had dit nog willen vertellen. Maar er is zoveel te vertellen, vooral over het onderwerp moederschap. Dit zijn natuurlijk ook best wel zware thema's waar nog zoveel over te vertellen valt. Maar dat ga ik allemaal meenemen in de aankomende vlogs. Want er gaan nog heel veel vlogs aankomen. Blijf me volgen. Vergeef het me als ik er af en toe een week niet ben. I will be back. En er gaan heel veel mooie dingen aankomen. Dankjewel voor het kijken. La 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 la